Dreetje Hazes. Hoe gênant vind jij het zelf dat je moeder vertelt in de media dat jij alimentatie betaalt? Terwijl je toch zelf best wel goed weet dat je dat helemaal niet doet. En Monique weet het ook. En die wordt nu zwart gemaakt door jouw moeder in de media. Terwijl jullie twee allebei weten dat jij helemaal geen alimentatie betaalt. Hoe gênant is dit voor jou? Wist je ervan dat je moeder dit ging zeggen tegen de story? Heb jij toevallig heel stoer gedaan tegen je moeder of zo? Ik betaal alles voor haar, terwijl je precies helemaal niks betaalt. Hoe zit dat eigenlijk precies? Heeft Rachel dit gewoon verzonnen? Weet zij dat jij dit niet betaalt? En heeft ze gewoon gezegd van wel, gewoon om Monique zwart te maken? Gewoon leuk, leugens verspreiden? Of praat jij heel stoer tegen je moeder dat jij alles voor haar betaalt? Monique is een chique meid. Monique, die doet een zilvertje. Die zegt gewoon niks. Maar het lijkt mij echt verdomd moeilijk op het moment dat mensen echt onwaarheden gaan verspreiden. En ik naar mijn bankrekening zou kijken en denken, waar is eigenlijk al dat geld waar jullie het over hebben? Want het staat niet op mijn rekening. Lekker niks zeg hoor meid. Iedereen staat aan jouw kant. Don't worry about it. Voor de mensen die het even hebben gemist. What's gebeurd? Ik las vanochtend een artikel in Story en het is een interview met Rachel Hazes. Ik zal het er even bij pakken. De titel is Monique, ga werken voor je geld. Rachel Hazes is ex-schoondochter Monique Westenberg beu, vertelt ze vandaag in Weekblad Story. Volgens Rachel betaalt André een half jaar nadat ze uit elkaar gingen nog altijd alles voor Monique. Monique mag in de villa blijven wonen, rijdt in een auto die André betaalt. Ze krijgt naast alimentatie voor kleine Dree elke maand geld voor haarzelf. En daartoe is André helemaal niet verplicht omdat ze niet getrouwd waren en er niets op papier staat. André betaalt bijvoorbeeld nog alle vakanties en alle huishoudelijke kosten tot aan de werkster toe. Vooral die werkster lijkt Rachel te ergeren. Monique mankeert niets aan haar handen. Ga eens werken voor je geld, denk ik dan. Rachel is blij dat André alsnog het ware geluk vond bij Sarah Soel. Ik zie aan alles bij André hoe happy hij is. Hij is weer helemaal zoals ik en anderen hem altijd gekend hebben. Dit bitch. First of all, who the fuck are you om te praten over iemand die niet werkt? Jij hebt in je hele fucking leven nog nooit gewerkt. Sterker nog, jij teert al je hele leven op de zak van iemand anders. Jouw man, André Hazes. Zelfs nu die overleden is, melk je hem nog uit tot op het fucking bot om geld aan te verdienen. Als er een vereniging was voor vrouwen die heel hun leven lang geen ene poot uitsteken, dan ben jij daar de voorzitter van, mevrouw Hazes. Mag jij nou ineens iets gaan zeggen over vrouwen die niet werken? Over moeders die niet werken? Sit the fuck down. Jij hebt echt als allerlaatste hier iets over te zeggen. Daarnaast, hoe vind jij het nou zelf dat die kleine Dreetje later in de media moet gaan lezen dat hoe zijn oma over zijn moeder praat? What the fuck ben jij wel gelukkig zeg. Gadverdamme. Als je dit allemaal vindt, waarom moet je dat nou weer in story gaan zetten? Spoor jij wel of zo? Jesus. Ja, die is niet goed, die vrouw. Daarnaast vind ik, als André dingen heeft afgesproken met Monique die hij betaalt, dus niet aan Monique, maar betaald om bij te dragen aan een goed leven voor zijn eigen zoontje. Heel vreemd. Is dat dan aan jou om het A te openbaren? En ik ga er zo meteen ook even iets over zeggen. Want ja, je mag best iets openbaren van mij over je eigen leven. Maar dan moet het wel kloppen. En het klopt niet, hè? Nee, het klopt niet. En daar ga ik zo meteen eventjes op door. Maar goed, wat ik dus zei. En wie ben jij dan om daar nog iets van te moeten vinden? Als jouw zoon ervoor kiest om haar geld te geven, wat gaat jou dan nou weer aan? Wie ben jij dan om daar iets over te vinden of te zeggen?
En als het ook nog eens waar zou zijn wat Rachel hier zegt, dan heb ik ook nog aangegeven in mijn stories dat ik daar volledig in mee kan gaan. Op het moment dat ik een zoon zou hebben met iemand en ik ben verloofd en die persoon verlaat mij voor de tweede fucking keer voor een of ander neukertje. What the fuck? Ja? Ja, bitch. Ja, bitch. Je gaat betalen. Betalen. Je denkt dat je met z'n tweeën bent? Ik sta er gewoon voor de tweede keer weer alleen voor. Helemaal alleen. Heel soms, één keer per maand, heb ik het idee, haalt hij hem op. Zijn zoontje. En dan gaan ze kleren shoppen. Krijgt hij kleren. André is compleet afgehaakt als vaderfiguur. Is helemaal, heeft zich helemaal gestort op een nieuw leven, een nieuwe familie. Is alleen maar op vakantie. En is alleen maar lijp domme stories aan het maken met dat mens. Oh, wat is dit toch gênant en erg. Als ik het was, betaal je schuldgevoel maar af hoor. Betaal je schuldgevoel maar af. Als het waar was wat daar stond, hè, in dat artikel. En het, dat Rachel gelijk had. Hè, dat dit zo is. Want het is niet zo, hè. Jullie kijken natuurlijk niet alleen maar voor mijn mening. Jullie kijken ook voor de waarheid. En ik ben Detective Eve. Ja, ik vraag me af of Rachel het verzint. Of dat André dit zo aan Rachel vertelt. Want zoals je al doorhad uit het intro. Ja, er wordt geen enkele alimentatie betaald. Is nog nooit gebeurd. Er zijn wel dingen die André betaalt. Namelijk het huis. Ik heb het idee. Ik weet niet. Volgens mij staat het huis ook op zijn naam. En heeft hij het ook gekocht. Zal ik dat eens opzoeken? Ja, oké. Okay. Monique woont nu in de villa van André. Die is 1,1 miljoen. Staat in Berkel en Roderijs. Ja, allicht hè, dat André dit betaalt. Het is ook zijn huis. Je gaat toch niet huur vragen aan je eigen ex-vrouw die voor jouw zoon zorgt? Dat lijkt me een beetje bizar. Wow, als er iemand is die dat doet, fucking shame on you. Tuurlijk betaalt hij het huis. Het is zijn huis. Het is zijn eigendom, hè. Het is niet dat je dat door de play spoelt of zo. Het is gewoon de aflossing van je hypotheek, van je eigen eigendom. Dus allicht betaalt hij dat huis. Daarnaast betaalt hij de auto. Wellicht eenzelfde soort insteek. Ik denk dat het dan gewoon zijn auto is waar zij in rijdt. Dus hij stelt middelen beschikbaar voor zijn zoontje en de moeder om in te leven en om zich in te verplaatsen. Dat lijken me zeer basisbehoeftes. Om nu te gaan zeggen van ja, hij betaalt dat aan Monique. Dat is toch helemaal niet aan de orde. Dit zijn gewoon zijn spullen. Ja, hij kan de villa verkopen en zeggen zoek het maar uit. Maar welke vader doet dat voor zijn zoon, weet je wel? Zij zorgt letterlijk fulltime voor zijn zoon. Dus ik vind het niet meer dan normaal dat zij gewoon in hun vaste omgeving blijven. Waar dat jongetje ook al 4 jaar is opgegroeid. En gewoon een goede auto hebben om in te rijden. Dat is wat André betaalt. Dus wat Rachel zegt over alimentatie. Wat bij de wet verplicht is. Dat gebeurt dus al niet. Maar Rachel heeft het ook nog eens over een partneralimentatie. Die zij per maand zou krijgen. Dat is niet zo, hè. Dat is niet waar. Dit is pertinent bullshit. It's not happening. Dus nogmaals. Of zij dit nou gewoon helemaal uit de duim zuigt. En ik zie het er zo doen hoor. Ik zie het er zo verzinnen. Gewoon puur om Monique zwart te maken. Ze mocht Monique al niet toen ze nog een relatie had met André. Zij heeft zo'n grafhekel aan Monique. Daar word je helemaal misselijk van. En ik zie het er zo voor aan om het nog te verzinnen ook. Maar het zou natuurlijk kunnen dat fucking André dit gewoon zegt tegen zijn moeder. Maar ja, ik betaal alles. Ik betaal geen ene moer, pik. Geen ene moer. En je moet je voorstellen, op het moment dat Monique met haar zoontje op vakantie gaat en zij betaalt dit gewoon zelf. En André geeft aan kleine Dreetje een bedrag mee als een soort gift, als een zakgeld of zo. Zodat ze het daar gewoon goed hebben en dat ze wat leuks kunnen doen. Ga je dan stoer doen dat je die vakantie betaalt? Dat dit zo in elkaar zit, dat zie ik toch echt al van mijlenver aankomen. En ik vind het zo triest dat iedereen die dat artikel leest, direct gewoon blind gelooft wat daarin staat. Sinds wanneer is Rachel Hazes een betrouwbare bron? Sorry, maar fucking embarrassing.
verder zo cringe dat je gaat zeggen: Monique, mankeert niks aan de handen. Ga eens werken voor je geld. Dit. Michelle is niet dom, hè? Je denkt van wel, I know. Ze is niet dom. Zij weet wel dat je geld kan verdienen voor jezelf. Zonder dat je daar bijvoorbeeld voor moet sjouwen. Of keihard van 9 tot 5 voor moet werken. Michelle weet donders goed wat ondernemen is. Monique heeft haar eigen kinderkledinglijn. Ben je nou dom of zo? Het gaat er toch helemaal niet om wat je van 9 tot 5 doet. Het gaat erom, de hamvraag, verdient iemand zijn eigen inkomsten? Super populair gebracht hoor, met de handen uit de mouwen. Als Monique deals sluit met merken om bijvoorbeeld campagnes voor te doen op Instagram. Of zij mag een eigen kledinglijn ontwikkelen en krijgt een deel van de verkoop. Dat is ook werk, hè? Ik spreek uit ervaring. Er zijn wel degelijk dingen die je moet doen voordat zo'n bedrag op je rekening komt. Het is niet dat je wakker wordt en denkt, zo, ha, gratis en voor niks. Zo op mijn rekening bijgeschreven. Tada! Monique heeft gewoon haar eigen inkomsten. Dus ze werkt gewoon. En je weet dit gewoon. Dus je bent gewoon een lijkbestoker dat je dit weer in een van de interviews zegt. En André, schaam je dat dit naar buiten is gekomen. Beter hou je moeder even gewoon tegen in dit soort dingen, want het is gewoon gênant. Dat jij het ook goed vindt, André, dat je ma nu ook weer zo'n een of ander gaar boek aan het schrijven is. Oeh, niemand blijft bespaard. Oh my god, wat super cringe is. Is onze relatie een zwaar weer? Nee, nooit. Het echt zo? Nee. Waarom dan? Zeggen ze. Ja, dat is zo. Ben jij een man en kijk jij deze video, knoop het in je oren, een babystem is echt verre van aantrekkelijk. Ik droog er bijna van op. Verschrikkelijk. Ik vind het echt. Zou die dat ook in bed doen? By the way, zijn jullie zo erg bezig met wat wij allemaal zeggen en doen? Apparently you are. Ik had toch laatst een video gemaakt dat Sarah Soel heel de tijd zo gek doet en zo. Op een gegeven moment, nadat ik dat had gezegd, daarna had ze dus zeg maar weer een foto gemaakt dat ze weer zo gek deed. En toen kreeg ik al van een aantal volgers door van, dit doet zij expres. En toen dacht ik, god, ik maak haar natuurlijk relevant. En toen dacht ik, oh, dan ga ik het ook expres niet posten. Waarschijnlijk krijgen ze echt volgers door mij of zo. Oh, en daarna echt te cringe voor woorden, ging ze dus een shout-out doen naar zo'n mevrouw die hun nieuwe huis aan het inrichten is. En had ze daar zo, het was een vooropgezet plan, ik zag het al helemaal, ik weet precies wat Sarah Soel dacht toen ze dit deed. Postte dus een babykamer, dat, gewoon van de site of zo van die mevrouw, weet je wel, gewoon afgeplukt, zo'n foto. En zet ze erbij, dit zou perfect zijn voor Minimi. En toen dacht ik, you're not prek. You are not prek. Dit is zo gênant. Ze wil heel graag dat wij denken dat ze zwanger is. Why? Wat de fuck ben je aan het doen? Oh, wat erg dit. Zij gaat gewoon expres met z'n tweeën zo'n blauwe, allebei bij zo'n blauwe Jomanda outfit. Gaan ze in een of ander natuurding staan en gaan ze een foto maken. Baby blue. Gênant. Oh my god. Maar zij gaat er dus hard op. Ze wil expres dat wij denken dat ze zwanger is. Omdat we dan over haar praten. Er is verder namelijk niks om over te praten met deze meid. Zij is alleen maar met hem voor de fame. Maar als het heel eventjes een beetje of twee stil is. En we zeggen helemaal niks over haar. En we posten niks. Dan gaat ze gewoon dingen verzinnen om in de media te komen. Het is zo gênant. Oh my god. Oh. Jongens, ik kan er niet meer van maken. Ik vind het gewoon sneu voor zo'n jochie van 4. Die eerst elke dag zijn papa zag. En nu
nooit meer gewoon. Gewoon dat papa zijn pik achterna loopt en gewoon scheid heeft. Wil ik bijna deze video afronden, bedenk ik me nog dat een of ander interview is gedaan met een Belgisch ding. Waarin André dus zegt van, ik ben zo blij met Sarah Zul, want zij zeikt tenminste niet aan mijn kop. Dat je ook denkt, je bent 3 maanden samen, tuurlijk niet. Weet je wel, als je dan zo net in zo'n nieuwe relatie komt en die persoon zegt tegen jou van, mijn ex is zo'n kutwijf, ze was alleen maar aan het zeiken. Altijd zeiken waar ik bleef, altijd zeiken dat ik te laat thuis was. En jij als nieuwe vriendin, wat ga je doen? Oh nee, ik zei het nooit. De eerste fucking maanden haal je het niet in je hoofd om ook te gaan zeiken, toch? Nee, je gaat heel erg proberen te bewijzen dat jij niet zo bent. Kom op, we weten dit allemaal. Als er één meisje echt ontzettend onzeker is en niet volwassen, dan is het wel Sarah Zul. Kwestie van tijd, ik kan er de klok op gelijk zetten. Als je onzeker bent, dan komt het gezeik. Vanzelf wel, don't worry. Time will fucking tell. Wat een drama weer. Wat een vreselijke familie zeg. Oh, je zal er maar een kind mee hebben. Oh. En Rachel, ik wacht op je boek, meid. Binnen 3 uur nadat het uitkomt heb ik al een boekverslag klaar liggen. Maar maak je geen zorgen. Ik zal altijd opkomen voor die persoon die er nu helemaal alleen voor staat. En met mij, vele anderen. Dankjewel voor het kijken. En ik hoop op heel snel veel meer juice. En een nieuwe video. En anders zie ik je heel erg graag op Insta. En Life of Yvonne. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Doei.